De jaarlijkse meeting hier in Witte Paard. De conclusie voor dit jaar? We willen voor de show. Iedereen stond op zijn stoel voor de laatste op het einde. Dus, een beetje liefde en een beetje. Welk punt dat jij vanavond uitgekeken of zo? Wel naar Rob de Nijs, omdat ik 13 jaar geleden hier in Witte Paard samen met Rob op de scène heb gestaan. 50 voorstellen heb ik gedaan. Luc Verhoeven, ik en Rob de Nijs waren toen eigenlijk de main attractions om ze te zien. En dat is toch een leuke trip down memory lane. Komt de herinnering terug boven, krijg je zin om mee te doen? Ja, absoluut. Absoluut, zeker. Ik heb wel. Er dus blijft ook een Antwerp zonder ons in die ring, Blankenbergen. Nelen is niet van Antwerpen, Peter Thijssen is niet van Antwerpen. Van de Kempen, hè? Ja, is niet van de Kempen? Ja, maar die in Deurne, nee. Ja, die woont, dat klinkt toch gelijk van de Kempen. Dat zit geen Antwerpenaar. Nee, dat klinkt niet, nee. Maar de Patrick Olsen, hè, die vertegenwoordigt dat. Ja. De 80ste verjaardag, je hebt ook wel wat gezien hier, hè, nu. Ja, absoluut. Ik heb Jan van Dijk hier gezien. Ik heb destijds Frans van der Velde gezien. Onze pa heb ik hier gezien. Ik heb Jacques Vermeeren hier gezien. Dat zijn een enorm deel dat er gepasseerd is. Dat weet ik niet meer. Paul van Voren heb ik hier gezien. Top. Mooi tijd. Tot de 100 keer. Precies. Wat gaat je vragen, zeker? Wat je van vond en wat je gemuseerd hebt en zo, wat het hoogpunt was. Oké. Okay. Ja, want vandaag de 80ste show van het Witte Paard. Hoe heb jij het ervaren? Oh, het was weer een feest en dat heeft iedereen ervaren, denk ik. Het was heel kleurrijk, het was heel feestelijk. Goede muziek. Ik vond eerlijk gezegd de sketches nog wat minder. Hetgeen dat er verteld werd, zo kwam wat eraan op gang. Maar ik denk dat dat alles te maken heeft met een première die weer zeer kort dag is moeten vallen. En dat in de loop van deze zomer dat alleen maar beter kan worden. Dus ik heb me geamuseerd in deze zomer. Wat was jouw hoogtepunt? Mijn hoogtepunt was de fake jongleur. De schot, ik vond die geweldig. En Sandrine uiteraard, muzikaal. Daar ben ik ongelooflijk een grote fan van. En zij brengt het gods helemaal op stijl. Ja, die schop bewees het, hè. Humor hoeft niet speciaal moeilijk te zijn. Hè. Nee. Eenvoudige dingen en ja, zo spitsvondige dingen eigenlijk. Onnoos als soms ook. Het is geweldig wat dat die mens net. En muzikaal, Sandrine, ja, dat is. En Rob de Nijs, ja, die blijft nog altijd staan. Krijg je zo zelf niet de kriebels om mee te doen? Ik heb hier gestaan, het was heel plezant. Ik heb nu andere wegen bewandeld en ik ben die verder aan het bewandelen. En ik gun iedereen ongelooflijk veel plezier in wat ze doen. En ik heb ook plezier in wat ik nu doe. Dat zijn kleinschalige dingen, maar mijn eigen verhaal. Dat is tof. Veel succes ermee. Dank
Dankjewel. Beter een heel net gestegen. Oké. Ja. Ja, deze is de 80ste show hier in het Witte Paard. En je was er opnieuw bij. Hoe is het geweest? Vandaag zeer goed. We zijn een zeer tevreden artiesten, absoluut. De twee afgaande dagen was nog een beetje lastig, omdat we nog een beetje technische problemen hadden. Maar vandaag is alles vlekkeloos verlopen. Dus we zijn zeer gelukkig en we zijn heel blij dat we aan onze zomer mogen beginnen, eindelijk. Ja, ja, het ziet een heel mooie show uit. Rob de Nijs, tal van acrobaten. Acts. Is het moeilijk om dit allemaal in te krijgen zo tegen de zomer? Oh, dat is natuurlijk altijd een puzzelwerkje. En, ik heb begrepen, Nele en Peter en samen met Jos en ook de baas Ben, die hebben al van november zijn die al samen aan het zitten om te puzzelen en dingen bij elkaar te zoeken om dit uiteindelijk als resultaat te hebben. En ik denk dat ze er wel in geslaagd zijn, absoluut. Jij bent ondertussen bijna een vaste waarde geworden elk jaar, hè? Leuk. Ja, dat is ja, met een habitat. Ik vind dat fantastisch om revue te doen. Al van klein kind kom ik hier ook kijken en ik vind dat ja, het leukste wat er is. Je kunt jezelf zijn in een liedje dat je mocht zingen. Je mocht ook eens een personage spelen in een sketchje. Of je mocht eens een dansje doen, liedjes zingen, verkleden. Ook altijd heel plezant. Een beetje meer make-up dan anders. Dus ik vind het alleen maar heel, heel plezant om revue te doen. Dus ik hoop dat ik nog even mag meedraaien. Dankjewel. Dank u. Goed, en jij, dat vind ik ook. Doe jij dat ook? Wilde jij mij beloven dat je dat vanavond gaat doen? Dames, wilde je nog me beloven, als je vanavond thuis komt in je slopkamer, je doet de kleren het, je doet je ondergoed het, dat je allemaal even zo doet. Misschien moeten we het even oefenen met z'n allen. Ja, dat vind ik nou een goed idee. En de mannen mogen ook meedoen. Oké, ik tel tot drie, hè, en dan doen we allemaal... Oké, hier gaan we. 1, 2, 3. De eerste rij is een heel enthousiast. Dat gaat op een zand worden vanavond in de slopkamer, denk ik. Nee, genoeg over die slopkamer. Dan ga ik terug naar mijn hobby's. Dan ben ik ook gaan Nordic walken. Ken je dan Nordic walking? Dat is zo wandelen met wandelstokken. Ze hiezen, hiezen, hiezen. Hiezen, 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 hiezen. Voilà, zie me gaan, zie me gaan. Zie je, zie je, zie je. Echt, dat is keipezaand, jong. En dat doet het zo op een lange rij, hè. Dan word je gezet van klein naar groot. Dus eigenlijk van dun naar dik. Vandaar die naam, hè. Nordic walking. Verstaat het? Zee, maar dat is wel een kei toffe hobby, hè. Dat is een kei toffe hobby, hè. Echt. Maar eigenlijk is dat een klein beetje zo het skiën voor de arme mensen. De stokken kunnen ze betalen, maar de ski laten de botten het pak in de helm, dat gaat er niet meer even. Ik vind dat wel mee moeten stoppen, want op den duur had ik alle dagen aan bras met die mannen van Gaia. Ja, een formule waar geen start op lijkt te komen. Peter Thijssen en Nele Goossens. De 80ste keer, maar jullie hebben geen 80 keer meegedaan, hè? Nee, voor mij is het de 4e, als ik me niet vergis. En voor mij de 8e keer. En hoe is deze voorstelling verlopen voor jullie? Ja, één groot feest. Absoluut. Ja, het is heel leuk. De repetitieperiode was heel plezant. Ja, ik was heel fier dat ik in die 80ste mocht meedoen. Ik vind dat toch bijzonder. Ja, dus, het was een heel fijne periode. We hebben hard gewerkt, maar heel veel plezier gemaakt. Dat is heel tof. Je hebt nu ook de hele avond de baas van het Witte Paard mogen zijn, ook eens plezant, of? Ja, absoluut, absoluut. Maar ik zou het allemaal niet willen betalen, natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb goede sponsors gevonden en verstaan. Ja. Dat die echte sketches, die shows, doen jullie nu met tweeën volledig zelf aan zo'n show? Nee, we hebben een team. We smijten alles op tafel en dan... nu hebben we voor de Rode Draad gekozen. En ja, omdat toch een speciale... Ja, 80ste, dat is heel speciaal. Dus ja... Het is iets anders dan andere jaren, maar het blijkt toch te werken. We zijn heel fier. Waar moeten mensen uit Antwerpen nu naar Blankenberg afzakken? Als ze een avond willen ontspannen, als ze een keer heel knappe danseressen is goed willen lachen, internationale humorist, vind ik ook heel goed. Als ze naar schone muziek willen komen luisteren, gewoon zich ontspannen, dan moeten ze naar hier komen. En Rob de Nijs, dat lijkt eeuwig jong te blijven, hè? Ja, 36 is die nu zeker. Ah. Ik vind hem top. Die, ja, dat is, die zit in ieders hart en dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat mag meemaken. 36, jong. Minstens 40. Ja, alleen de 40 gepasseerd. Ah ja, oké. Nee, we gingen het niet over leeftijd hebben. Dat is echt een hele fijne man ook. Ja, lief, heel lief. Ja. Je hebt er wel een bol voor, Nele. Ja, nu alleen in mijn personage. Ik vind dat heel knap dat zo'n man nog altijd charisma heeft. Ik vind dat geweldig om te zien. Zint in je ogen. Ja, echt? Ja, wat vinden we van mij? Ook heel, heel veel charisma.
Antwerpen, ja, Blankenbergen is ook een beetje in Antwerpen. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon komen. Wees wel gekomen. Alsjeblieft, voilà. Dank u. Alsjeblieft. Hallo, gelukkig. Oké, Pascal. Rob de Nijs, het hoogtepunt hier van de show van 80 jaar Witte Paard. Hoe heb je het ervaren hier op podium? Nou, het is de derde voorstelling en ja, ik vind het ontzettend goed gaan. Het is natuurlijk een redelijk ingewikkelde productie. En je merkt ook dat, dit is de derde keer, ik zei het al, het steeds beter gaat. En we zijn nog niet op zijn best, maar dat is meestal, moet je dat toch zeker een week spelen. En dan weet iedereen wat iedereen doet en dan is het goed. Het is nu 13 jaar geleden dat hier ook in het Witte Paard stond. De loop van de Belgische kust, heb je het gemist? Kom je graag terug naar België hier voor die shows? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat 13 jaar geleden, wat je zei, dat ik zei het ook op het podium, de mooiste zomer had, eigenlijk één van de mooiste zomers in mijn leven. En ik hoop dat dit het ook weer wordt. Het zijn ontzettend aardige mensen allemaal die meedoen. Ja, wat wil je nog meer? Ja. En zingen en klaar. En het publiek is goed. Dus. Ja. Laatste vraag, je kreeg de zaal helemaal dol. Jouw iets blijven het doen. Rob de Nijs heeft de eeuwige jeugd gevonden, hebben precies. Maar jij verouderd niet heel op. Nou, ik dacht het wel hoor. Je moet mij komen als ik net opgestaan ben. Ik kan toch goed camoufleren dan, want... Ja, nou ja, ik ben een enthousiast mens en dat scheelt. Hartelijk bedankt, Rob. Graag gedaan. Ciao. Bye.